In de Flexmall vond gisteravond de proclamatie plaats van de Stichting Surinaamse Homeopathie Grantangi Kondrimama, SHGK. De organisatie wil een orgaan zijn van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen. Deze zullen zich moeten registreren bij de stichting ten einde te kunnen waarborgen dat de praktijktoepassing op deskundige en maatschappelijk verantwoorde wijze gebeurt. Dit zei Claudetta Tony, voorzitter van de SGHK, gisteravond tijdens de proclamatie. Behalve voorlichting over de natuurgeneeswijzen zullen wij ook werken aan de bevordering en het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de natuurlijke geneesmethoden voor de gezondheid. Wij weten dat wij niet alle wijsheid in pacht hebben. Daarom zullen wij met gekwalificeerde therapeuten, periodiek aanvullende medische nascholing verzorgen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. De stichting wil graag alle handelingen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doelstelling, samen met u doen. Het bestuur van de Stichting Surinaamse Homeopathie Grantangi Kondrimama bestaat verder uit Monica Drenthe, Elsie Neyman, Reynold Natual en Richard Cullimore. De laatste werd gisteravond geïntroduceerd als een natuurgeneesheer met een bijzondere gave die in een Indonesische klooster het licht heeft ontvangen. Cullimore, die in Nederland woont, werd in 2016 door president Bouterse gedecoreerd tot groot officier in de ereorde van de Gele Ster voor bewezen diensten. In de zaal van de Flexmall waren er diverse personen aanwezig die voor uiteenlopende medische klachten zijn of worden behandeld door Cullimore. De natuurgeneesheer die al enige tijd actief is in Suriname mocht als blijk van dank uit handen van Henk Herrenberg een plaquette in ontvangst nemen. Hoog het leven. Daarom is de Surinaamse samenleving u enorm dankbaar voor uw medische hulp. Gods rijkste zegen toegewenst aan u, Risa Cullimore. Nou, ik zou zeggen de Surinaamse volk bedankt. En volgend jaar met Gods wil, dan stoom ik die andere klaar van Bonnie en Johnny. Dan zouden we echt een verhaal krijgen in die verhaal wat we geleerd hebben. We zouden er echt aan dat stuk gaan werken en bundelen. En ik hoop dat we internationaal, nou ik stop ermee. Ik heb genoeg gereisd de hele wereld. Overal waar ik ben gegaan heb ik een prijs gehaald. Er is geen land, geen professor. Geen doktoren, ik heb alle respect voor ze. Voor wat God heeft geschapen, heeft God geschapen. Het woord is nooit leeg teruggekomen van God. En daar ben ik blij om. Natuurgeneesheer Richard Cullimore. Hij sprak gisteravond na zijn huldiging en de proclamatie van de Stichting Surinaamse Homeopathie, Grantangi Kondrimama. Cullimore maakt ook deel uit van het bestuur.